Oké, okay, welkom terug bij aflevering 13 van de Ride 5 Career. We gaan verder met de Fueling Ambition in de World Tour. En we gaan beginnen met de United Kingdom RM600 Talent Cup. We hebben de vorige keer al de British RM600 Championship gedaan. Dit is nu de RM600 Talent Cup op Donington Olton en Snetterton. We hebben de vorige keer gereden met deze hele fraaie Honda CBR600. We hebben nog een Kawa en een Virus in de garage staan. Maar ik wil een nieuwe motor gaan kopen. Dat lijkt me wel leuk. We kunnen kiezen uit een Honda Kawasaki MV Suzuki Triumph Virus en Yamaha. En ik wil er vandaag voor de MV Agusta gaan. Omdat er nog geen MV in onze garage bestaan. En ik vind die F3675 ook echt een heel mooi ding. Voor het eerst trouwens dat we met Racing Modifieds gaan rijden volgens mij. Of nee, de vorige keer reden we ook al met die Racing Modified Honda trouwens. Zwart over rood. Ik zou ook nog eens eventueel kunnen kijken of we online een livery kunnen vinden. Maar ik vind denk ik deze het mooist van deze drie. Dus laten we hem aanschaffen. Ja, zwart. Het is heel erg close. Welke vind ik mooier? De zwarte of de rode? Ik weet het eigenlijk niet. Eigenlijk vind ik deze het mooist. Ja, dat ziet er eigenlijk het mooiste uit. Ook met dit Italiaanse vlag. Ik ga voor deze. Go faster, Stripes! De eerste Racing Modified motor die we gekocht hebben, want die Honda was gewoon deel van de Born to Race DLC. Nice, echt een prachtig ding. Ja, die wil ik zeker als die hier valt. Zal eens kijken naar mijn riding gear, want ik had ook al eventjes net off-cam een MV Agusta pak gevonden online, wat ook echt heel mooi uitziet. Gemaakt door. Ik zou even de credits erbij geven. Als ik kan vinden waar die staat. Chemis, Agusta Corsa, there you go. Ja, ziet er wel fraai uit. Een kite helm erbij, dat is wel gewoon een standaard design. Maar het past er ook erg mooi bij. Oké. Okay. World Tour. Derde evenement, de RM Talent Cup. Eerste race op Donington Park. Als we 160 punten halen, krijgen we de Triumph Street Triple RS van 2020. En wederom kunnen we niet zien wat de minimale score is. Dus dat is altijd maar weer gewoon een gokje. Maar laten we gewoon hopen dat we goed genoeg doen en wij ons daar geen zorgen om hoeven te maken. De motor gaat weer mee op de trailer. Waarom kan hij niet in het busje? We hebben zo'n bedrijfswagen, daar past hij makkelijk in. Of misschien zitten daar alle andere zooi in, zoals ons pak en de helm en al die dingen. Donington Park, hier waren we gisteren ook al. In dat Britse kampioenschap. Alleen nu doen we misschien een internationale layout. Nee, we doen nog steeds een nationale layout. Banden, ik ga gewoon voor soft. Oké, okay, let's go. Eerste race in de UK RM Talent Cup met de MV Agusta F3675. Ja, het ziet er echt heel mooi uit. Heel ander geluid dan die Honda waar we gisteren mee reden. Wat dieper geluid met die driecilinder. De Honda is een viercilinder, wat een wat hoger geschreeuw heeft. De buitenom. Een beetje gedoe en getrek, maar we zijn in ieder geval door de eerste paar bochten heen. Ik pimpel een beetje met de AI hier, maar
op zich. P13 is redelijk oké. Aan het eind van de eerste ronde, als we door de doordraaien komen hier bij de exit van de ene laatste bocht. Is het op de nationale layout natuurlijk. Ik wil niet al te veel riskeren in het rempen hier van de chicane. Dus ik remde een beetje aan de vroege kant. Hier binnendoor. Ja, goede exit. Top, oké. Okay. Hier naar de binnenkant. P8. Klein momentje daar, dat kost me weer een positie. Zo, buiten langs hier. Even over het gras. Oh, over de curb heen. Oké, okay, P9, als we nu beginnen met de laatste ronde. Ja, goeie exit daar, P8. Wij aan het hoge. Achter Dion Bintice, de Maleisier. Hele goeie exit, misschien dat we een mooie uitermachtse kunnen maken in de chicane hier. Goeie exit, we hebben ook nog P6. P6 en de eerste race in Donington Park. Oh, dat was wel leuk. Ook nog zelfs zonde, 1-8-5. En het is gewoon in één keer goed gegaan. Oké, okay. 1,6 seconden achter de winnaar. Ja, dat was wel een degelijke eerste race. 30 punten. Alright. Race 2 is een time attack op Alton. Dat zullen we gewoon meteen in één ronde lukken, want tot nu toe zijn de time attacks altijd echt heel makkelijk. Alleen, het is nu wel in de regen. Dat zal een klein beetje uitdaging geven. En wat waarschijnlijk redelijk onuitdagend zal zijn. Mooie slide. 27,6 om te verbeteren voor goud. Oh, we doen de nationale layout, anders gaat het hier rechtsaf, herstel, linksaf. Nu hebben we hier de hele krappe hairpin. Oeh. Maar dat is wel heel voorzichtig. Oeh,
net te veel. Ik zag er naar zijn één. Dat is in dit spel echt gewoon een dingetje. Als je naar zijn één schakelt, heel vaak dan zorgt dat ervoor dat de voorkant naar beneden drukt. Heel gek. Ook over het gras heen hier. En ik highsight hem. Dus het is deze met brons. Oh, we mogen gewoon doorrijden. Hé, hey, ik dacht hij gaat... Zoals in Right Fair, dan reset hij hem. Maar ik had beter gewoon meteen kunnen doorpushen. Maar goed, dan doen we even restart. Oh, ik maak dezelfde fout als net. Lekker bezig. Oké, okay, nu de tweede poging. Ik heb nu iets meer ook het gevoel en kennis hoe we later kan remmen. Beweging daar. En ik raak nog een beetje het gras, dat was niet ideaal. Nu is het gewoon heel erg overeind. Oh. Ik moet echt wat voorzichtig met het gras zijn. Nou, wederom rem ik gewoon op het gras. Maar nou, ik heb nog wel gestopt omdat ik redelijk op tijd was. Hier ging ik de vorige keer onderuit in deze rechter. Nu laat ik hem gewoon in dezelfde versnelling. Ja, mooi. Het wordt denk ik wel een gouden tijd. Oh nee, hoe dan? Oh, die hadden we gehad. Waarom neem ik zoveel risico's? Ik kan dat niet meer doen. Het is te verleidelijk. We hebben nu wel brons. Maar we gaan natuurlijk voor goud. Iets te wijd hier. Oh, nog wel gesaved. En kijk, 16 groen. Kijk, dit is nog beter. 15 eronder. Oh. Oké, okay, nu alleen nog maar de laatste bocht. Gewoon rustig op het gras gaan. Ja, dat is beter. Ja, nu hebben we hem. 25-3. Oké, okay, nice. 40 punten. We hebben hem nu al compleet. Dus we hebben nu al de minimale score. Maar we hebben nog één race te gaan, die kunnen we ook nog meteen even gaan doen. Dat is wel fijn, dan is meteen de druk eraf. Dan maakt het niet meer uit waar we finishen.
Snedderton 300. Volgens mij hebben we nog niet deze layout gereden. We hebben alleen nog maar de 100 en de 200 gedaan in deze keer, volgens mij. Oké. Laatste race. Zo toevallig, in Riot 4 had ik ook een Alpine Starspark en een Kite helm die ik gebruikte met precies dezezelfde MP Agusta. Maar deze vind ik eigenlijk nog mooier dan die ik had in Riot 4. Het ziet er echt heel mooi uit. Dat is wat met rood. Anyway, bocht 1. Nice, nice. Binnen door, P3. Ik was bijna weer voorbereid met de linkse raam, maar we doen nu in één keer natuurlijk de 300 layout. Zit er heel erg laat. Nou, we waren nog net wel binnen de baan. Kost wel een plek aan Hendrik Veerta. We zijn weer terug naar de binnenkant hier. Oh! Oké. We zijn er wel langs voor P4. Achter IJzo Nakano. Kleine penalty door die track extent. Oeh. Ik moet zeggen, ik begin eindelijk wel te wennen aan de bestuur van Ride 5. Ik begin het wel fijn te vinden. Zeker met deze MV is het gevoel eigenlijk best wel goed. Ronde 2. Oh, het randje en iets erover. Strike. Oh, nou aan de binnenkant, meteen terug de ronde door. Oh, die zon die daar laag naar komt. Oh. Ik doe de Isaac Burns en hem naar buiten, maar hij ging heel langzaam bij de exit. P3. Nee, die Isabel is echt veel te ver weg, maar nu hebben we wel een podium in handen hier. Oeh. Sorry Nakano. Weg van P2. Naar de buitenkant hier in bocht 1. En veel Augusta tegen Kawasaki. Ja, mooi de ronde door. En wel iets te laat geremd. Maar we houden het. P2. Te wijd.
Ik wou bijna deze race langer was. Ik vind het echt een hele fijne motor. Ik heb eindelijk gewoon echt een fijn gevoel met het rijden op Ride 5. Ik weet niet of ik eindelijk gewoon dit spel begin te leren of dat het ook gewoon de motor is, want het voelt gewoon heel stabiel. Ik kan eindelijk een keer de motor plaatsen waar ik zeg maar wil. En ook gedroeg de AI is redelijk goed in deze serie vandaag. Jammer genoeg komen we net tekort voor de overwinning. Maar het is P2 hier in de Snetterton. Ja, dit was echt een leuk kampioenschapje. En geen enkele race gerestart. Dat is voor het eerst in deze hele career. Dat ik het zelfs de ronde 157. Ja, dat was leuk. Echt een fijne motor die MV Agusta. Gewoon heel stabiel. Het is ook redelijk smooth met het gas geven. Zelfs zonder dat ik Cheshire Control aan heb. Het is gewoon, ja. Heel fijn ding. Heel nice. Dit is wel een leuke voor een screenshot. Replay. En even wat mooie plaatjes schieten. Ja, dit was leuk. Ik heb hier echt van genoten. Ik heb voor mijn gevoel voor het eerst echt genoten van het rijden in Ride 5. Ja, dit hadden we even nodig, een race zoals dit. Want ik was gisteren best wel aan het ragen. Maar het vertrouwen begint te herstellen in dit spel. Dit was leuk. Dun, 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 dun. Dun 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 dun. Ja, ik vind dat pak echt mooi. En deze motor ook trouwens. Kijk, dit ziet er eigenlijk echt gaaf uit. Ja, dit is eigenlijk wel echt een mooie shot hoor. Wow. Echt ziek. Ja, heel nice.
En dit is misschien ook wel mooi voor een shot trouwens. Oké. 54 punten. En daarmee staan wij in het kampioenschap. Nergens, want we doen geen kampioenschap. Level 30. Dat zijn natuurlijk gewoon 3 losse races. Top. Dat is de United Kingdom RM600 Talent Cup voltooid. We beginnen er te komen. Dit ging lekker. Volgende keer hebben wij de head-to-head tegen Alex Mazzetti. Die ben ik al vaker tegengekomen. Die won dat Italiaanse kampioenschap eerder in deze serie. Anyway, dat gaan we de volgende keer doen. Ik ga het hier beëindigen voor deel 13 van de Ride 5 Career. Dus thanks voor het kijken. Nog een fijne dag. En tot later. Mazzel.